Dames en heren, nu we een nieuwe regering hebben, zit mijn taak erop en kan ik ook met een gerust gemoed ontslag nemen als voorzitter van dit parlement. En ik ga dat doen zodra er een nieuwe voorzitter is verkozen door u. Ik moet zeggen, uit de vele blijken van medeleven maak ik op dat jullie het eigenlijk allemaal, en na allemaal, bijzonder jammer vinden. Maar jullie komen er wel overheen. Beste voorzitter, tot voor 2 minuten. We hebben met alle fracties, of nog altijd, we hebben met alle fracties even overlegd, ook even samengezeten. En we zouden graag Lisbeth Homans voorstellen als nieuwe voorzitter voor dit Vlaams parlement. Zijn er nog andere voorstellen? Als er geen andere kandidaat wordt voorgedragen, dan verklaar ik mevrouw Lisbeth Homans verkozen tot voorzitter van het Vlaams parlement. Ik wil in ieder geval mijn voorgangers, zowel Wilfried als ook Jan Peumans, bedanken. Van harte bedanken ook het voltallige parlement voor de steun voor mijn kandidatuur en van mijn voorzitterschap. Ik wil u meegeven, collega's, dat ik echt mijn best ga doen en ik zal dat ook echt doen om een voorzitter te zijn van alle parlementsleden, van links naar rechts. En dat ik ook samen met jullie met heel veel plezier de regering zal controleren. En tenslotte, ik zat hier nog niet, meneer Janssens, tenslotte wil ik ook nog meegeven, het is misschien niet zo verstandig om dat te doen, maar ik beloof iedereen plechtig dat ik ga werken aan mijn non-verbale communicatie.